We zijn hier op het evenement Classic Cars and Aeroplanes. En dat is ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Vliegend Museum Seppe. Wat gevestigd is op Breda International Airport. En dat doen we in samenwerking met de Classic Car Club Schiphol. De Classic Car Club Schiphol, dat is eigenlijk een vereniging van allemaal petrofielen. Mensen met benzine in de aderen. En de enige is eigenlijk dat ze een klassieke auto hebben en op Schiphol werken of een relatie hebben met Schiphol. Mijn collega Jan Voeten is de grote organisator van dit evenement en heeft een oud vliegtuig. Het toestel waar ik voor sta, dat is een De Havilland 82A Tiger Mod. Hij is gebouwd in 1939. Jan zorgt voor het oude vliegtuigdeel en ik probeer zoveel mogelijk oude auto's naar dit evenement te krijgen. Dit is een MGB uit 1970. De auto die is nog zoals hij uit de fabriek is gekomen. Ik heb zelf deze rode, een Ferrari 308, 1978. We hebben hier een collectie vliegtuigen. Die zijn ook allemaal vliegend. Het vliegtuig waar we hier zijn, dat is de Havilland DH-82 Tiger Mod. Het is het toestelletje wat in de Tweede Wereldoorlog diende om alle vliegers die in Engeland hun opleiding volgden, de eerste beginselen van het vliegen bij te brengen. Op Schiphol kom ik collega's tegen die zijn met klassieke auto's bezig en dat soort dingen. En dan is de link gauw gelegd, want klassieke vliegtuigen en klassieke auto's, dat gaat eigenlijk heel goed samen. En ik wilde hier een event hebben eigenlijk voor het museum, wat die twee werelden bij elkaar bracht. Nou, en dit is het resultaat. Met klassieke vliegtuigen dan wordt er toch wel wat van je gevergd, want het is natuurlijk oude techniek. Dus je vliegvaardigheid die wordt wat meer uitgedaagd dan met moderne vliegtuigen. Ja, en overal waar je komt ben je ook welkom. Je bent altijd een bezienswaardigheid, het is gewoon leuk. Je kunt er mensen mee vermaken, mensen zijn geïnteresseerd. Ja, en het is gewoon heerlijk vliegen in zo'n open cockpit. Ja, van die vliegtuigen, ik zie dat het oud is. Bij bepaalde vliegtuigen snap ik niet dat mensen erin durven te vliegen. En ik vind het geweldig om ze te zien.